Terwijl de verwoeste stal nog nasmult, hebben Zwaandijkers in één dag tijd meer dan 15.000 euro ingezameld voor de getroffen boerenbroers. Dit is echt bizar. En weet je wat zo ongelooflijk leuk is? Dat mensen doneren, en ook echt rijkelijk doneren, maar allemaal nog een peptolk eronder zetten. En dat doet de boeren, die jonge mannen, doet dat enorm goed. Dit weekend verwoest een brand het boerenbedrijf van de broers. 30 koeien komen om. Het geld dat nu wordt ingezameld is voor een nieuwe trekker en een kar. Deze trekker, we hadden nooit verwacht dat er brand zou zijn. Dus deze hadden we alleen WA verzekerd. En ja, tot ons spijt, is een trekker die we elke dag gebruikten. En die vanaf de start van het bedrijf ons heeft grootgebracht. Zwaagdijkers helpen de jongens nu gestaag aan de nieuwe trekker. Super buurt, denk je dan. Want mensen geven niet alleen gul via geef.nl. Tijdens de brand waren het de Zwaagdijkers die 50 koeien wisten te redden. Nou, allereerst hebben twee buurmannen, zelfs eentje in driedelig pak, de deuren open gekregen achter in de stal daar. En toen zijn de dieren via het land, via de tuin van onze andere buurman, over de weg gegaan. En via met de menselijke keten, iedereen had een bruggetje en een grote kruisingen afgezet. En zo zijn ze 400 meter verderop naar de stal van mijn ouders gekomen. En daar zo werden ze warm ontvangen.